op de fietsen. Mangs, als ik op de fietsen, dan denk ik wel eens. Me mist iets toch niet. Maar als ik denk, dan denk ik, denk niet de Falaska, maar die moet nog verdaan. Als ik even in het stadhuis kijk, dames en heren, ik weet niet of u vaak tv kijkt en dan vooral naar de raadsvergaderingen, maar wij kunnen ook uren in het stadhuis besteden aan de aanleg van fietspaden. Dat leidt soms wel tot resultaat, maar ook heel vaak niet. Maar we zijn er ook op het stadhuis waanzinnig druk mee. Natuurlijk, dit is een van de ook uniek, hè, dat we hier zomaar door de winkelstraat mogen fietsen. Waar mag dat nog tegenwoordig? En dat doen we dan weer in zo'n goede harmonie zoals dat in Almelo ook te doen gebruikelijk. En u ziet het gaat allemaal soms wel heel wonderbaarlijk, maar toch ook allemaal goed. Ik wil allereerst zeggen dat ik ontzettend vereerd ben met de plaatsing van dit gedicht. En ik vind de plek voor mij ook heel bijzonder, want ja, dit gebouw of iets verderop, daar weet ik niet precies, maar in ieder geval in het gebouw van de oude V&D, waar heel vroeger V&D, waarvan mijn moeder nog winkelmeisje geweest is voor haar trouwen. Daar ben ik op het 12e jaar, toen het geen V&D meer was, maar een meubelzaak, de Woonstee, die mijn vader runde met nog twee andere meubelboeren, ben ik liftboy geweest. Ik heb er nog een foto van met zo'n echt zo'n liftboy pakje. En ja, dus ik vind de plek ook heel bijzonder. En ja, God, ik moet dit voorlezen, of ik ga dit voorlezen, maar het is geen Shakespeare, het is ook geen Joost van der Vondel, het is ook geen Willem van Doorn. Maar het is ook nog eens op waarheid berust. Ook nog. Ik heb het geschreven in 1977, dus alweer 40 jaar geleden. En het is ook nog eens op waarheid berust dus, want ik fietste door de stad 's nachts. Ik kwam terug uit de café en ik was eigenlijk niet meer... Het was eigenlijk niet verantwoord om nog te fietsen, laat ik het zo zeggen. Maar ik heb het toch gedaan en ik weet wel, als ik begon te denken, bijvoorbeeld aan een gesprek dat ik had in een café, dan had ik moeite om de fiets recht te houden. Dus toen dacht ik, denk niet te vallen als kan, want die moet nog verdaan. En de volgende dag heb ik dit gedichtje ervan gemaakt. Dus uit 1977. Ik bedenk ook dat een gedicht net een lengte heeft dat je hem al fietsende nog kunt leren. Als je echt een drukker bent, moet je hem drukker maken. Als je uit café komt, dan. Wij waren bezig om een andere locatie te zoeken en wij kwamen hier terecht. Nieuwe plek, nieuwe naam en dat vinden wij leuk. Boekwinkel bij daar. Wat is er nou zo leuk aan een boekwinkel? Hè? Het is je werk. Het is mijn werk, het is mijn hobby is ook geworden. Het is mijn eerste werk hier in Nederland toen ik kwam, 1993. Prachtig werk. Het is nooit vervelend. Elke dag heb je anders. En, je maakt het ook met de mensen, met de klanten. Je geeft een advies. Je leest ook heel veel. Je ontwikkelt. Het is uitgebreid werk. Het was in Noord en nu zitten wij in Kop van Zuid, nummer 99. Uitgebreider, collectie is uitgebreider, collectie komt echt op hun recht, presentatie is veel beter. We hebben ook schilderartikelen toegevoegd. Je mag ook zeggen van alles is uitgebreid hier geworden. Wij hebben de koffie via de koffiefabriek en dat is hier in Almelo, ook een ondernemer. En het is gewoon de koffiekwaliteit is heerlijk en cappuccino. Dus, Jullie doen lokaal, hè? Wij proberen alles lokaal te doen. Ook met de verhuizing, ook met schilderen, ook met alles wat we hebben gedaan lokaal doen we hier. Ook met spandoek, met reclame, met de naam. Allemaal via Almeloze bedrijven. Ja. Een bijzondere manier heb je om je naam bekend te maken aan de buitenkant. Hoe zit dat? Nou, we hebben de gelegenheid dat die spandoek die hangt aan de zijkant van de winkel van nummer 99.
En wij hebben gekozen voor de naam van de winkel op zo'n manier laten komen. Met het met de kunstwerk van kunstenaar Rob Koenders. Hij heeft het speciaal voor ons ook getekend, geschilderd. En wij hebben het via IAZ laten maken. Ja, ik ben operationeel manager van een EZV-afdeling. Een EZV-afdeling is een bijzondere zorgafdeling waarbij gedetineerden zitten die voor bijzondere delicten zitten. En psychische gedetineerden die een klein beetje meer begeleiding nodig hebben. En daar doen we dit project mee. We zijn 5 weken geleden begonnen. Ze doen 2 keer in de week doen ze dit project. 2 keer 1,5 uur. En het zijn 16 bijeenkomsten. Elke training is weer even bijzonder en ongelooflijk mooi om te zien hoe de honden die dus zeg maar echt met een reden bij ons in de training komen, vaak omdat ze zwaar mishandeld zijn of verwaarloosd. Dat is dan vaak de reden dat ze in het asiel zitten. En dan hebben ze het gewoon echt weer nodig om bij ons in die training te komen. En wat wij dan echt doen is gewoon zorgen dat ze gewoon weer lekker vrij worden en weer ervan kunnen genieten om de interactie met mensen te hebben. De lijn overpakken, juist. Dit zijn allemaal oefeningen die wij ook in de reguliere training doen. En de trainers in deze opzet zijn vaak nog meer gemotiveerd en meer gefocust en beter bezig dan de mensen op een gewone hondenschool. En als je nou vergelijkt met vandaag dat jullie stonden op een rijtje en ik ren eromheen met allemaal tringelende tamboerines, dan is het een hele verschil met de eerste les, waar je nog eens niet langs kon lopen zonder dat je of aangevallen of opgesprongen of omvergetrokken werd. Vaak mensen bij reguliere cursussen hebben toch wat meer eigen belang. Hier denken de jongens echt in het belang van de hond. Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de oefening linksom rechtsom, oftewel het paaldansen wat wij een paar keer hebben gedaan. Alleen nou sta je zelf op paal. Letterlijk en figuurlijk, ja. Ja, ze worden sociaal naar elkaar toe. Jongens zijn een klein beetje op zichzelf vaak hier. En je ziet door middel van de training met honden dat ze contact met elkaar krijgen. En ook na de tijd, als we op afdeling zijn, dat ze veel meer met elkaar praten. Het is sociaal gebeuren een beetje hier binnen. Dus alle oneenigheid wat er al eventueel is, dat moet op de afdeling blijven. Hier zijn ze alleen bezig met de honden. En het geeft een groepsverbinding, omdat ze zijn ook trots op elkaar als een oefening lukt of als een hond betere gedrag laat zien. Elke training maak je weer bijzondere momenten mee en zie je weer het moment dat de omslag komt, dat de hond weer echt het vertrouwen begint te krijgen, plezier weer durft te spelen. Klinkt ontzettend gaaf. Ja. Het klinkt ook alsof over een paar weken, als de training is afgelopen, dat het dan een hartverscheurend afscheid gaat worden. Afscheid blijft altijd lastig. En dat blijft heel moeilijk om te zien, omdat je gewoon, ja, toch waar het is een bijzonder mooie band ontstaan tussen een mens en een hond, die elkaar echt heel erg goed hebben geholpen om gewoon weer emoties te ervaren, elkaar dingen te leren, dat je weer vertrouwen krijgt in een ander. Uiteindelijk gaan we voor het doel om de hond weer te kunnen plaatsen binnen een gezin. En dat weten de trainers, dat vertellen we ze ook elke les wel weer van, hè, bedenk je waar je dit voor doet, zodat de hond straks weer een mooi huisje heeft ergens. Het blijft hartverscheurend, maar het is wel gewoon iets waar uiteindelijk kunnen ze er allemaal gewoon goed mee omgaan. Ik denk aan je rug. Dat lukt hij niet. Nee, net iets te veel van het goede.
Wij hebben een dansschool, Lastesa Entertainment, en die zit in Almelo. Wij trainen aan de Windmolen 24B tegenover het Heraclesstadion op het industrieterrein. En ja, daar zit onze dansschool. Op het moment zitten we ongeveer op 150 leden die meedoen ook vandaag aan onze show. Dit doen we altijd aan het einde van het seizoen, zodat de kinderen het hele jaar hebben gedanst en dan kunnen zij laten zien wat ze kunnen op het podium voor alle mensen. Dansen is een sport en een kunstvorm eigenlijk tegelijk. Het wordt vaak over gediscussieerd wat het nou eigenlijk mag zijn. En het is ook een cultuur die je danst, want in de hiphop heb je heel veel verschillende elementen in die cultuur en daaronder valt dans. En in dans heb je weer heel veel verschillende soorten stijlen, zoals u net al misschien heeft gezien bij het optreden. Geven ze een basis mee voor alle soorten stijlen, zodat als zij meer willen doen met dans, dan kunnen zij dat doen. Dat is eigenlijk wat we doen, ja. Wij geven zelf de streetdance en de hiphop lessen. En we hebben andere docenten die ook bij ons lesgeven en die geven dan andere soorten stijlen, zoals dancehall en modern en hiphop fam. En dat zijn dan weer andere stijlen waar zij in gespecialiseerd in zijn. Dus die doen wij zelf dan niet. Vanaf 4 jaar dan komen ze eigenlijk binnen en dan beginnen we inderdaad een beetje met het leren van het ritme. Dat is in het begin nog best wel lastig, maar je ziet wel, als ze dan 5, 6 worden, dan gaat het een stuk beter en dan ze leren het wel. Dus het komt er wel in. En ze zeggen, joh, we moeten af van die jongen. In eerste instantie willen ze hem vermoorden door hem in een diepe put te gooien. Maar uiteindelijk zien ze een paar slavenhandelaars aankomen. Ja, en dan denk ik, wacht even, kunnen we kunnen er ook aan wat verdienen. Dat is misschien nog leuker. Dus ze verkopen Jozef aan die slavenhandelaars. En Jozef wordt afgevoerd. En vervolgens hangen ze het verhaal op bij vader Jacob van, hij is verslonden. Hij is helaas niet meer, hij is dood. Maar je hebt een heel elftal nog, dus treur niet. Dat is eigenlijk het met die boodschap. Nou, Jozef komt ondertussen in Egypte. Hij komt in dienst als slaaf bij Potifar. Een edelman, zeg maar. En werkt het zich daarop tot zijn rechterhand, de rechterhand van Potifar. Echter, de vrouw van Potifar, dat is nogal een hitsig type. Die vergrijpt zich aan Jozef, maar omdat Jozef een slaaf is, krijgt Jozef de schuld. En Jozef komt in de gevangenis terecht. Ha! Let's go! Thank you.
Maar dan heb ik het idee dat die jurk niet helemaal af is. Er zitten nog wat rapeltjes aan en een hele grote spleet. Hoe komt dat? Hoort dat zo? Ja, dit hoort van het stuk, want ik moet Jacob verleiden. En ik moet er wel een beetje sexy uitzien natuurlijk. Dus vandaar de scheuren erin, ja. En hoe lang doe je dit al? Ik doe nu voor dit jaar het eerst mee met Stichting Musical Productie Twente. En ik dans zelf natuurlijk al heel lang, dus ja. Almelo's feestje, de club die de eerste oefenwedstrijd van Heracles van het seizoen al 8 jaar naar het voetbalterrein van AVC Heracles aan de Bornse straat haalt, doneert ieder jaar een deel van de opbrengst van de wedstrijd aan een goed doel. Dit jaar was dat de Stichting De Eethoek. Ik mag de eer nemen om jullie de check te overhandigen van Almelo's feestje, van de opbrengst. En die wou ik jullie graag overhandigen. Zo. Kijkt u eens. Nou, dat is een behoorlijk bedrag, ja, zeg. Alsjeblieft. Ja, ja. Kunnen jullie vast wel wat moois mee. Ja, daar zijn we heel erg blij mee. Ja, dankjewel. Ja. Wat is dat eigenlijk, Almelo's feestje? Een enthousiaste groep Heracles supporters die de allereerste oefenwedstrijd van Heracles Almelo organiseert in de voorbereiding op het nieuwe Eredivisie seizoen. En wat heeft Almelo's feestje nou met de Eethoek van uitstaande? Nou, op zich weinig. Het was voor mij ook nieuw. Ik las een stuk over de Stichting De Eethoek in het Almelo's Weekblad. En wij geven elk jaar een deel van de opbrengst weg aan een goed doel. En dit leek ons voor dit jaar een heel mooi goed doel. Echt mensen die goed een paar cent extra kunnen gebruiken. En ik denk heel goed werk leveren. Vandaar onze keuze. €1800. Ja, sta er versteld van. Wat een bedrag. Wat gaan jullie mee doen? En dit gaat natuurlijk naar Stichting De Eethoek. En dan gaan we maaltijden voor koken. Gewoon zoals we normaal ook altijd doen. Ja, jullie koken maaltijden. Ja, dat doen veel huismoeders en huisvaders. Maar voor wie koken jullie? Wij koken voor 50 gasten. Die komen elke week, 2 keer in de week, elke dinsdag en vrijdag. Waarvan 23 kinderen. En die komen dus een gratis maaltijd bij ons nuttigen. Ja. Is dat nodig, gratis? Ja, dat is echt nodig. Ja. Ja. Ook in de zomer en in de winter? Ja. Ja, wij koken constant. Mensen hebben geen vrij van armoede. Dus dat is onze beweegreden om altijd open te zijn. Ja. Ja, we zijn ongeveer met 10 vrijwilligers die constant aan het werk zijn op de vloer. En dat is van tafels dekken tot koken, aardappels schillen, noem maar op. Zijn we allemaal, doen we samen. Dus, wij zitten bij Stichting Speeltuin het Nieuwland. En dat zit in de Steffensweg. En daar huren wij een zaal en een keuken en daar koken we dan 2 keer in de week. Goedemorgen. Welkom in de ontbijttent. Oh, nooit de nul is er niet. We missen nooit de nul. Ja, we gaan verder met Hertog Jan tegen SC Jan. Ook een mooi land bij Rin Veldhuis en hij is enorm tevreden. Ja,
Voor 25 euro kunt u een lot kopen. U krijgt er 15 consumptiebonnen bij. Uit uw adem, Tinkate, geboren en getogen Enschedeër, de hele tijd in Amsterdam gewoond en sinds een paar jaar weer terug in het oosten. En ik maak muziek, ik schrijf en ik speel van alles. En daar heb je de kern wel ongeveer te pakken, denk ik. Wat heel veel mensen niet weten is dat je ook een gilde opgezet hebt voor songwriters. En zitten er ook nieuwe talenten bij? Het barst van de nieuwe talenten. Sterker nog, ik heb het 5 jaar geleden ongeveer, dus 5,5 jaar geleden alweer, heb ik het opgericht. Maar ik ben tegenwoordig niet meer de frontman ervan. Dat heb ik overgedaan. Ik kreeg het er gewoon echt te druk voor. Maar het stikt van het talent. Je hebt nou ook in samenwerking met Poppodium Attack in Enschede heb je Top TSG. Dat is een talentenontwikkelingsprogramma. Dus die kunnen zich elk jaar ook melden. Dus er worden er 5 tot 8 mensen gecoacht. Ook echt om de nieuwe singer-songwriter belofte te worden. In ieder geval van het oosten en hopelijk van heel Nederland. Heb je nog adviezen voor mensen die daarmee bezig zijn en die daar een beetje nieuw in zijn? Het grootste advies is durf als jezelf te klinken. Maar ook durf andere mensen om advies te vragen. Dus dat eerste is echt van probeer niet te klinken als de zoveelste kloon van je idool. En het andere is van heel veel mensen die blijven op een zolderkamertje. En die, dan komt het ook niet naar buiten, maar dan gaan ze ook niet vooruit. Pas als je je ding speelt en andere mensen horen dat en die vinden daar wat van. Dan ga je kijken van, hier kan ik nog wat aan werken. Oh, dit is al heel goed, daar krijg ik zelfvertrouwen van. En van het andere, daar kan ik beter in worden. En zo verbeter je jezelf. En dat is belangrijk om het niveau te verhogen. En wat kunnen we binnenkort nog verwachten van jou? Ik ben bezig met het opzetten van een wat experimenteler band. Dus niet echt singer-songwriter muziek, maar wat extremer. En ik heb een ander gezelschap, een duo met een drummer Stefan Schneider, een Duitser. En dat is een jazzdrummer. En daar gaan we ook met z'n tweeën heel los. We hebben daar onze CD voor opgenomen, die gaan we in het najaar uitbrengen. En in de tussentijd, ik kom de hele tijd overal weer opduiken. Christopher Bolen onderzoekt de grenzen van beeldbepalende verstoringen in stedelijke omgeving in relatie tot de schoonheid. Denk bijvoorbeeld aan reclameborden die te pas en te onpas geplaatst worden. Tenminste, zo heb ik hem even geïnterpreteerd. Reclameborden worden overal neergezet. En zelf vind ik een heel mooi voorbeeld in Almelo, het reclamebord dat staat bij het oude belastingkantoor.
dat het werk van Hans Petri, zo'n groot betonblok is dat, inklemt tussen twee grote borden. En die borden die staan er echt al een jaar of 5, 6 denk ik. En op een gegeven moment gaan mensen gewoon aanvaarden dat die borden daar horen. Dus die verstoring die door reclame mensen is gedaan in de openbare ruimte, die wordt aanvaard. En gaan ze meespelen, zijn ze een deel van het esthetische omgeving eigenlijk waar we ons als in een stad in begeven. En dat is natuurlijk met kunst ook zo. Op een gegeven moment wordt het aanvaard wat er staat en gaan we het bekijken alsof het erbij hoort. Een rol gespeeld bij wat ik daar doe. Ja. Bij hoe ik dat ga doen. Dus we heel lang naar de tijd van de Het is alleen voor mensen die er hardcore lang naar gaan kijken. Ja, ja. Een stoel. Nou, die werk heet Disturbance en voor mij is een Disturbance dus een verstoring altijd die punt van waar iets nieuws kan beginnen, een nieuw startpunt en een verandering kan plaatsvinden en ook positieve veranderingen, ook als een Disturbance op het eerste moment misschien niet positief lijkt. Er zit nog licht bij, zodat het ook van verder weg ook te zien is. Komt hij ook met zijn ijzerspullen? Oh, maar ze hebben hier vast. Hoi. Ik heb mijn opleiding gedaan in Enschede, in de Nederlands dus. En dus ben ik wel heel blij hier weer terug te zijn voor een expositie. Ook. Ja, 1 jaar geleden ben ik afgestudeerd inderdaad. En nu ben ik gewoon weer in Duitsland en ben nog steeds aan het studeren verder. Nou, ja.